Daar zijn we weer met Ketchup op Alles. En ik sta naast... Koen van Ginneken. Hallo Koen. Hi. Wat heb je met ketchup? Ik heb in een studentenhuis gewoond. Er waren een aantal mensen in het huis die konden niet zo heel lekker koken. Dan gooiden we daar ketchup op en dan was het wel goed te eten. Waar gebruik je ketchup tegenwoordig nog op? Nou, nog steeds op broccoli. Nou, dat wil ik wel even zien hoe je dat eet met broccoli. Oké. Okay. Een stoommaaltijd. Stoommaaltijd, ja. Natuurlijk. Broccoli met zalm. Hij is een beetje slap geworden, hè, die broccoli. Dat is jammer, ja. Niet te warm? Ah, best fijn. Maar lekker. Ja? Ja. Ja, absoluut. Ja. Hey, dit is hartstikke leuk. Ja. Maar ik kom niet alleen maar om te kijken wat jij voor combinatie met ketchup neemt. Heb je lef? Maar kom maar op. Jongens, kom maar op met die bumper. Daar zijn we weer, met ketchup op alles. Koen, ben je er klaar voor? Ja. Van je ogen? Ja. Ik heb een hele aparte combinatie, Koen. Ja. Even luiden, hoor. Ja, een happen. Ananas. Klopt. Doe je blinddoek maar af. Dat heb je goed geraden. Maar wat nog belangrijker is, hoe vond je het smaken? Nou, niet eens heel slecht eigenlijk. Best lekker. Ja? Dit was Lef Koen uit Den Haag. Met ananas, met ketchup. In Ketchup op Alles. Terug naar de studio.